zoeken naar de juiste kledij. Het belangrijkste is dat het dus al gedragen is. Het moet al van mensen zelf zijn. Want kledij die gedragen is door mensen, zegt iets over die identiteit van de mensen, zegt zij. Dus ik ben aan het kijken voor een paar mooie dingen. En ik wil er ook in, hè. Ik wil er ook in. We gaan naar Groningen dit keer. Naar het Groninger Museum. Yinxue Zen. Maar wie is dat dan? Yinxue Zen, hoor ik u nu denken. Wel, het is een kunstenares uit China en die heeft met haar koffertje rondgelopen in Groningen. Ze heeft aan de Groningers gevraagd, mag ik alsjeblieft gebruikte kledij van u? Nou, die Groningers hadden al zoiets van hoezo, maar goed. En met die kledij van Groningers heeft zij een platte grond gemaakt van Groningen in haar koffer. Echt supermooi gedaan, met de Martini-toren en al. Trouwens, de Martini-toren bestaat uit kledij van de medewerkers van het museum. Zij heeft dus over de hele wereld dat soort plattegronden gemaakt. Als u die van Groningen wil zien, kan u dat doen in het Groninger Museum. En ik ben ondertussen aan het kijken natuurlijk of ze misschien eentje van Gent kan maken. Want dat heeft ze nog niet gedaan. Bijvoorbeeld dit, voor het water. Bijvoorbeeld.